Welkom bij een nieuwe aflevering van ICGT TV. We zijn hier op het sportcomplex van FC Uitgeest en we gaan hier kijken naar de wedstrijd van AZ tegen Atletico Paranense. Er speelt één Uitgeester mee bij AZ en dat is Ferdy Druijf. En hij begint op de bank helaas, maar we hopen dat hij er later in komt en nog een doelpuntje mee kan pikken. Gekeken naar de wedstrijd van AZ Alkmaar tegen Atletico Paranense. We staan hier nu met Ferdy Druijf. Ferdy, goedenavond ondertussen al. Wat vond je zelf van deze wedstrijd? Ik vond het zelf een hele matige wedstrijd van onze kant eigenlijk. Eerste helft hadden we nog wel kansen, maar tweede helft kwamen we er niet uit. Kwamen we 1-0 achter door een schot vanuit buiten de 16. En we gingen compact staan tweede helft. En we kwamen er gewoon niet uit, voetballend kwamen we er niet uit. Dus. Ja, en om dan nu zo terug te zijn op het oude nest, natuurlijk FC Uitgeest waar je vandaan komt. Het voelt toch denk ik toch wel speciaal om hier te voetballen. Ja, zeker. Ik kijk er al eigenlijk het hele jaar naar uit om weer natuurlijk ICGT mee te maken. En dan komt het steeds dichterbij en dan is het nu woensdag. En dan nog een paar dagen en dan ICGT. Dus spannend, leuk. Ja, van het weekend begint natuurlijk weer het ICGT. Je zit in een pool met FC Uitgeest, West Ham United en Cruzeiro. En weet je al iets van deze tegenstanders of laat je het allemaal op je afkomen? Vanuit Geest, ja, dat ken ik natuurlijk al. Ik ken die jongens allemaal. Maar de buitenlandse clubs, dat laat ik op me afkomen. Ik zie het allemaal wel. Maar ik hoor dat West Ham United wel een goede club is. Oké, en... weet je, wij zitten dan als vloggers een beetje op het internet en dan komen we op Facebook en dan zien we gisteren volgens mij een berichtje van jou dat jij in de voorbereiding mag meetrainen met AZ1. En brengt dat toch een extra spanning mee of blijft het voor je hetzelfde? Nee, natuurlijk is het spanning omdat je de eerste keer op het hoogste niveau meedoet. Maar ik denk, nu natuurlijk, het is allemaal leuk, maar als het erop aankomt dat ik wel spanning krijg natuurlijk. Maar nu denk ik alleen maar leuk. Laat maar komen, zo snel mogelijk. En vorig jaar toen deed je ook mee. En toen waren jullie volgens mij, ging het niet zoals verwacht en zoals jullie gehoopt hadden. En gaan jullie dit jaar wat anders aan doen? Of wat hebben jullie? Ja, vorig jaar ging echt helemaal niet goed. Mijzelf ook niet. Ik denk, eerst ICGT, altijd spannend natuurlijk. Maar ik in ieder geval en wij willen gewoon alle toernooien winnen die wij tegenkomen, dus ook ICGT. Ja, en is het dan niet een extra motivatie, want twee weken geleden hebben jullie volgens mij met 3-2 verloren van Ajax om het kampioenschap en om de bovenste plek. En is het dan geen extra motivatie om dit toernooi te winnen, om dan toch zo'n prijs binnen te slepen? Het was 4-2 namelijk tegen Ajax, geeft niet. Maar wij willen zeker prijzen pakken nu en wij lopen net een kampioenschap mis. Tegen Ajax, die kwamen boven ons. En daarna weer verliezen van PSV met 2-1. Dus dat was twee wedstrijden. Ja, verliezen we gewoon de kampioenschap, zeg maar. En nu de toernooien willen we gewoon winnen. En dan komt dat wel goed. Ja, en dan de laatste vraag. Zaterdagmiddag om 4:10 op veld B. AZ Alkmaar tegen Uitgeest. Wat gaat het worden? 4-1 voor AZ. Oké, Ferdy, bedankt.